Misschien ben ik wel de eerste die een goed tetrapolietras veredelt met een zeer donkergele vleeskleur, een goede bewaarbaarheid en een goedkoop type. Deze kleur komt uit Solanum phureja en wordt geroemd om de culinaire eigenschappen. Niet alleen een lust voor het oog, maar heeft een verhoogd caroteengehalte. En dan vooral luteïne en zeaxantine. Dit heeft grote gezondheidsbevorderende voordelen en wereldwijd belangrijk omdat aardappelen voor zeer veel mensen het basisvoedsel is. Ik denk zeker dat deze zeer donkergele aardappelen belangrijk gaan worden. Hier mijn verhaal. Aardappelen met een veel hoger caroteengehalte. 15 tot 20 jaar geleden ben ik begonnen om de donkergele tot oranje vleeskleur in te kruisen in onze normale tetrapoliede aardappelen. Een hele uitdaging. Er is al heel veel onderzocht en gepubliceerd over alle voordelen van de carotenoïden in de aardappelen en het veredelen vooral op diploïd niveau. Het dominante C2-allel3 moet erin zitten en homozygoot voor recessief ZEP-allel1. In diploïden nog te doen, maar op tetrapoliet niveau een grote uitdaging volgens de wetenschap. Dit omdat het niet aanwezig is in onze bekende aardappelen en het recessieve erft en er in viervoud in moet komen te zitten. Het lijkt erop dat het nog niet gelukt is om er een goed tetrapoliet ras uit te krijgen. De gele kleur is te danken aan carotenoïden en dan in hoofdzaak luteïne en zeaxantine. Twee stoffen die veel met gezondheidsbevorderende zaken te maken hebben. De aardappel heeft nu al erg veel waardevolle voedingselementen. Het is toch geweldig als ik daar carotenoïde aan toe kan voegen. Deze zeer donkergele aardappelen bevatten wel tot 10 keer de hoeveelheid carotenoïden als de gele aardappelrassen zoals de Yukon Gold en de Agia die we nu kennen. Altijd nog minder dan de groentes die hier onbekend staan, maar omdat voor veel mensen de aardappel het basisvoedsel is en in gewicht veel meer gegeten wordt als groentes, kan men op deze manier een groot deel van de carotenoïden binnenkrijgen die we nodig hebben. En daardoor veel belangrijker als het groente en gaat er met koken weinig verloren en is zelfs beter opneembaar. Waarom wil ik dit op tetrapoliet niveau hebben? De diploïden die nu beschikbaar zijn hebben nogal wat nadelen. De opbrengsten zijn meestal lager, vaak zijn ze erg kiemlustig en verouderen ze sterk. Nu heeft het Scottish Crop and Research Institute in het verleden een aantal diploïde rassen ontwikkeld met de gewenste vleeskleur. Ook Agrico heeft een aantal diploïde rassen ontwikkeld. Daar maak ik dankbaar gebruik van. Toen ik jaren geleden mijn idee om tetrapoliede rassen met de gewenste vleeskleur te ontwikkelen besprak met een veredelaar van de SCRI, wenste hij me op een niet bemoedigende manier veel succes. De gewenste genen moet uit de diploïde Solanum phureja komen. Dit kruisen kan rechtstreeks met de tetrapoliede doordat er bij de vorming van geslachtscellen bij de diploïden soms wat misgaat. De aardappel heeft 12 verschillende chromosomen. De meeste rassen zijn tetrapolieden, dat wil zeggen dat de chromosomen er in viervoud in zitten. Dus totaal 48 chromosomen. Dat maakt aardappelveredeling ook zo gecompliceerd. Nu zit er zeer donkergele vleeskleur in de diploïde aardappel. En die wil ik in de tetrapolieden krijgen. Dus nu wil ik de tetrapoliede met de diploïde kruisen. Normaal gesproken lukt het niet. De geslachtscellen, De eicellen en het stuifmeel bevatten maar de helft van het aantal chromosomen. De geslachtscellen van de tetraploïden zijn diploïden en van de diploïden is die haploïde. Maar soms gaat het mis. Tijdens de meiose van de diploïden vindt er soms geen verdeling plaats. En zitten er ook eicellen en stuifmeel bij die diploïden blijven. Als ik dan een kruising maak, krijg ik zaden die tetraploïden zijn. Maar dan ben ik er nog niet. Dat ga ik de volgende keer uitleggen. Dit vraagt wel uithoudingsvermogen, omdat het slagingspercentage vaak erg laag is. De gewenste eigenschap is recessief en is hier aangegeven met de kleine letter A. De nakomelingen hebben nu 2 maal de kleine A, maar hier zien we niets van. Na enige jaren selectie op andere eigenschappen gaan we met deze klonen verder kruisen. We kruisen met een ouder die dezelfde genen in zich heeft. In dit schema heb ik alle mogelijkheden gezet van de geslachtscellen. Hier kunnen we niets aan sturen. En er zijn veel combinaties mogelijk. Maar we zoeken de 4 kleine a's. Die staat er maar 1 keer in. Dus een kans van 1 op 36 dat we hier een zeer donkergele vleeskleur uit krijgen. Dit is donkergeel. En deze is witvleesig. En hier is de donkergeel-oranje gewenste vleeskleur in de diploïde. Snelle veroudering, erg kiemlustig. Heb ik mee gekruist. De generatie daarop, die worden niet donkerder als dit. Want de donkergele zit er recessief in, dus die moeten homozygoot inkomen. De generatie erop, die heb ik dan onderling weer gekruist en weer met diploïden gekruist, met het gele vlees. Dat lijkt er al meer op. Maar er zit van alles in. Erg kiemlustig, andere zijn wat beter. Kleuren zijn ook verschillend. Dat begint er al mooi op te lijken. Die weer gekruist. Onderling. En weer met diploïden. Dan zitten er tussen. Die zijn al mooi rustig in de kiem. En ook mooi geel. Eigenlijk nog niet geel genoeg en nog niet vast genoeg in de kook. Die weer gekruist. Ja, en die heb ik allemaal gepoot. Want daar wilde ik geen knol van verloren laten gaan. Maar nu denk ik dat er een rest tussen zit. Dat laat ik van de zomer zien. En hier liggen ze gekookt. De Agia, donkergeel vlees. En de Diva met wit vlees. En hier de diploïde met de gewenste vleeskleur. En dit is wat ik in dit stadium heb. Dat begint er al wat op te lijken. Maar de volgende generatie wordt beter. Dit heb ik een aantal generaties achter elkaar gedaan en zit nu op een goed niveau. Ook zit hier materiaal in wat erg druifgroenverkleuring in het licht heeft. En daardoor minder voedselverspilling. Ik geloof dat dit een grote stap vooruit is in de voedselvoorziening om een nog gezondere aardappel te telen. De aardappel zal wereldwijd een steeds grotere rol gaan spelen, omdat hij in bijna alle klimaten groeit. Ik denk ook niet dat dit geel-oranje vlees alleen een nichemarkt is, maar standaard zal worden. Een gouden toekomst voor de aardappel, zeker wat kleur betreft. Al hebben we met toekomstige rassen nog talloze andere wensen wat betreft eigenschappen en resistenties. Door aardappelen na het koken te laten afkoelen ontstaat er resistent zetmeel. Ook na het opwarmen blijft dit bestaan en laat bij consumeren de bloedsuikerspiegel minder stijgen. Goed voor de darmbacteriën. En is de aardappel zeker geen dikmaker. Bedankt voor het kijken.